Hoi, ik ben Ruben van Futurum Shop en ik sta hier in de Futurum Club in Utrecht. In deze video ga ik je meer vertellen over de Wahoo Element Rival Watch. Nou, Wahoo ken je misschien al wel van de fietstrainers en de fietscomputers, maar hebben sinds een tijdje ook dit horloge op de markt gebracht. En in deze video ga ik je alles vertellen over waarom dit het ideale horloge is voor triatleten en duursporters. Nou, dit horloge ziet eruit als een typisch sporthorloge, dus stoer en robuust, maar toch weegt hij maar 53 gram, waardoor je hem haast niet voelt zitten. Nou, het scherm is een kleurenscherm dat niet heel felle kleuren heeft, maar wel heel erg goed afleesbaar is, ook in felle zon. Nou, de batterijduur van het horloge is echt uitmuntend te noemen. In GPS-modus gaat hij tot 24 uur mee, waardoor je zelfs de langste activiteiten kunt opnemen. Als je hem draagt als gewoon horloge, zonder die GPS aan, gaat het horloge zelfs tot 14 dagen mee op één acculading. Net als bij de Wahoo fietscomputers is het instellen van het horloge ontzettend makkelijk via de app. Als je hem daaraan koppelt kun je alle instellingen doen, updates uitvoeren en ook trainingen inladen. De Wahoo Element Rival Watch is een echt horloge voor triatleten. Als je bezig bent aan een triathlon, zal hij zelf ook de transitie van de ene naar de andere activiteit bijhouden. Je hoeft dus niet aan het horloge te zitten als je van het zwemmen naar het fietsen gaat of van het fietsen naar het hardlopen. Nou, mocht dat ergens toch niet helemaal goed zijn gegaan, kun je achteraf in de app dit helemaal fine-tunen, zodat de gegevens precies kloppen met jouw activiteit. Het eerste onderdeel van de triathlon is natuurlijk het zwemmen. Dit kan hij bijhouden zowel binnen als buiten. Als je buiten aan het zwemmen bent, doet u het op basis van GPS en houdt u zo de verstreken tijd en de afstand bij. Als je binnen zwemt, kun je de lengte van het zwembad invoeren en kan hij op basis daarvan berekenen hoeveel banen je hebt gezwommen en wat de afstand is. Het tweede onderdeel is het fietsen. Ook dit kan hij binnen en buiten bijhouden. Als je binnen fietst, kun je hem natuurlijk koppelen aan een Wahoo fietstrainer. Maar als je buiten fietst, kun je hem ook aan je Wahoo fietscomputer koppelen. Daarbij laat hij de gegevens zien die het horloge meet. Tijdens fietsen hoef je daardoor niet steeds op je horloge te kijken. Nou, het laatste onderdeel van de triathlon is het hardlopen. Ook voor de overgang van fietsen naar hardlopen hoef je niets te doen, het gaat allemaal vanzelf. En tijdens het hardlopen houdt hij een heleboel gegevens bij. Natuurlijk de basisgegevens, zoals de afstand en de snelheid, maar daarnaast ook wat uitgebreidere gegevens, zoals je cadans, je hartslag, de grondcontacttijd en het aantal hoogtemeters. Nou, naast deze triathlonopties zijn er ook nog tal van andere workouts die je kunt doen met het horloge. En welke gegevens je dan wilt zien, kun je allemaal netjes instellen via de app. Nou, natuurlijk werkt het horloge het beste samen met andere producten van Wahoo, maar je kan bijvoorbeeld ook een hartslagband van een ander merk koppelen aan het horloge, zolang die via Bluetooth of ANT Plus communiceert. Goed, wanneer kies je voor de Element Rival Watch? Nou, het horloge heeft een heleboel functies, maar er ontbreken er ook een aantal. Zo heeft het weinig smart functies, kun je geen muziek bedienen of een route inladen. Nou, ben je op zoek naar een echt triathlon horloge, dan is deze ideaal. Zeker de contactloze overgang van het ene naar het andere onderdeel maakt dit horloge uniek. Nou, dat samen met het mooie uiterlijk, de lange accuduur, is dit perfect voor triatleten.